Robert, wat gaan we deze week doen? Nou, we gaan lekker eten en drinken. Het is natuurlijk bijna kerst. En nou, gezellig samen zijn met iedereen en met vrienden en met familie. Er is natuurlijk veel meer te doen. Zullen we eens even over de Masters of Luxury lopen? Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. Nou, kom. Zo, dus we gaan het lekker over eten en drinken hebben. Volgens mij zijn er steeds meer mensen die geld uitgeven aan eten en drinken. Ja, dat klopt. Mensen kiezen er toch steeds meer voor om te investeren in de kwaliteit van het leven. En dat zie je. Het restaurantbezoek neemt toe, maar ook in de supermarkten wordt heel goed geconsumeerd. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk om te durven leven. Nee. Kom, we gaan even wijntje drinken. Ah, goed idee. Hou ik wel van. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe vaak ga jij dit eten? Ik ben wel denk ik een trouwe gast in de horeca. Ik heb een gouden neiging om even te zeggen tegen mevrouw, luister liever, zullen we even naar een restaurant gaan, even naar de Japaner of even naar de achterbuurman, even gezellig glaasje wijn erbij, maar ook met zakenpartners, dat doe ik heel graag, zaken, ander dis. Weet je, als je dan in zo'n kantoor zit, vind ik allemaal maar wat. Ja, eten is natuurlijk ook samen zijn. Hè? Hoe is het met je symposium gegaan? Zo'n fijne dag. Ik heb ook heel veel mails gehad van mensen van bedankt. Het was een goede samenstelling, want ik was natuurlijk niet alleen de spreker, maar ook Charles Groenhuis, Ronald Koopmans van RTLZ, Harry Mens kwam nog een toespraak houden. De Beursgenoten Award, de meest bijzondere belegger van 2018 is Han Vermeulen van Abbeveld International geworden. Die was gewoon ontroerd, is 74 jaar, ziet eruit als 50 en nog steeds actief in het vak. Ja, dat is natuurlijk zo mooi dat, ja, beleggen leeft, beleggen leeft. Oké, Geert, je kan dus beleggen in eten en drinken, maar waar moet ik dan aan denken? Nou, dan denk je aan food and beverage, dan denk je aan Ahold, Unilever, Nestlé. Maar je kan ook uitwijken naar de McDonald's. Maar je kan ook uitwijken naar de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan de kunstmestindustrie. Maar je kan ook uitwijken naar de vitaminebranche. Denk aan DSM. Dat is echt een hele grote markt. Het is bovendien ook een markt waar je juist in tijden van onzekerheid in moet beleggen. Op het moment dat die economie een klein beetje afvlakt, zijn dat wel de sectoren waar je zijn moet. Ik heb onlangs ook gelezen dat je kan beleggen in whisky en in wijn. Wanneer is dat interessant? Daar moet je wel verstand van hebben hoor. Bijvoorbeeld een Musard-wijn is een wijn. Die koop je bijvoorbeeld een fles van dit jaar voor 25 euro. Maar ik kan er eigenlijk wel met bijna zekerheid zeggen dat ze over 10 jaar het tienvoudige waard zijn. Heel leuk om daarin te beleggen. Whiskies bijvoorbeeld ook. Maar dat moet dan toch ook hobby zijn, vind ik hoor. Dan moet je niet het geld en winstbejag doen. Vooral leuk. Ik heb ook dat soort wijn wel in de kelder liggen. Maar vooral dat ik het leuk vind. En dan soms dan trek ik een wijnfles open en dan kijk ik even wat die waard is. Ik heb hem natuurlijk goedkoop gehad. Dus dan proost ik op mezelf. Geert, kun je al een pareltje noemen voor deze week? Ik moet eerst even kijken of er eentje in zit. Maar jij bedoelt natuurlijk pareltjes op de beurs. Ja, ja, ik zou dan toch naar Unilever gaan. Die heeft een enorme mooie overname gedaan van 3,3 miljard euro. Dat is best wel een hele grote. Van GlaxoSmithKline. En dat is een frisdrankfabrikant. En ik denk dat Unilever dat eindelijk uit die range kan halen tussen 40 en 50. Dat die nu eigenlijk toch richting 60 zou moeten kunnen lopen. In ieder geval, het is een bedrijf wat nu weer een groei kan doormaken. Die in feite zeg maar cashflow genereert, de vrije kaststroom weer omhoog jaagt. Dus dat is mijn parel voor vandaag.